Henny was 10 toen de Duitse troepen Nederland binnenvielen. En door valse dooppapieren wist het gezin zich lang te vrijwaarden van deportatie. Toch is ook Henny met haar familieleden naar Westerbork en vandaar naar Theresienstadt. Dat zal ze straks ook al vertellen. Uiteindelijk zijn ze geruild met een groep van 1200 gevangenen uit Theresienstadt naar Zwitserland. En dat was, de ruil was in verband met medicijnen. Henny, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die jou kennen. Maar toch, omdat we het ook opnemen, is het fijn als je eerst iets kan vertellen over het gezin waarin je bent opgegroeid. Ja, ik zou zeggen een heel liefdevol gezin. Ik was, mijn ouders waren er en mijn zus en ik. Dus we woonden totdat ik 8 jaar was, woonden we in de binnenstad. En toen ik 8 jaar was, zijn we naar Scheveningen verhuisd. Ik moet wel zeggen dat een half jaar voordat ik geboren werd, heeft mijn moeder een kindermeisje aangenomen. Mijn moeder, die was nogal labiel, had straatvrees. En die vond het jammer als de kinderen niet alles konden doen. En die kinderjuffrouw heeft ze aangenomen, een half jaar voordat ik geboren ben. En ik heb altijd gehoord van mijn moeder dat ze is thuis bevallen. En dat ze tegen die kinderjuffrouw, die toen al een half jaar bij mijn zus was, heeft gezegd, alsjeblieft, dat is Henny. Dus eigenlijk kan ik zeggen, het is onze pleegmoeder geworden. Ze heeft alles met ons gedaan, of het nou was naar de bosjes of dierentuin of zwemdiploma's, half alles. Dus ik zeg eigenlijk, het was een beetje mijn moeder. Mijn moeder kookte lekker, ja. En dat was altijd fijn. Maar voor de rest kan ik me niet herinneren, ook mijn vader niet, dat we ooit iets, ook niet met mijn vader in de weekenden, zij deed alles, ja. Waar we ook naartoe gingen. En zondag gingen we mee naar de moeder. Oké, ja. Ja. En dan gingen mijn ouders bridgen. En dan na afloop, dan haalden wij mijn ouders op en dan gingen we ergens in de stad in een of andere cafetaria eten. Dus dat was eigenlijk zo'n beetje totdat de oorlog begon. Ja. Jouw vader was slager. Die had 5 slagerijen? 5 slagerijen, ja. En dat was allemaal in Den Haag? Allemaal in Den Haag, ja. Dus hij had ook heel veel personeel? Hij had veel personeel. Ik denk dat in elke zaak misschien 3 mensen stonden. Ik durf het niet precies te zeggen. Hij kocht natuurlijk zelf het vlees in. En hij ging elke dag langs de zaken om te kijken of alles eruit zag zoals hij het graag wilde. En wat deden jullie aan het Jodendom? Was dat een issue? Of? Alleen het eten. Dat mag hoor, je bent helemaal vrij. Ja. Ja. Dus ja. Dus. Alleen het eten. En dan bedoel je? Nou, we hielden wel. Ik bedoel, vrijdagavond extra. Nou, ik kan me niet herinneren. Ik ben getrouwd in Sjoen, moet ik zeggen. Ja. Maar wij gingen er nooit naartoe. Okay. En we hadden wel, zover ik weet, hadden wij grootouders van mijn moeders kant. En heb ik altijd gehoord dat die man, die was al overleden geloof ik vanaf na mijn 4e jaar, dat die altijd nog wel naar school ging. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, is dat zo? Ja. Dat is meneer. Zij kunnen alles. Ja, ze kunnen alles aanvullen. Als ik het niet weet, dan hoop ik dat zij alles aanvullen. En je zei even van, we deden wel met eten. En dan bedoel je op vrijdagavond? Extra vrijdagavond, ja. En dan werd het speciaal kippensoep? Ja, kippensoep en kip en gebak, appeltaart na, pinda's na het eten. Dat waren zo, die moest je dan zelf pellen. Ja. Nee, allemaal die dingen. En men kwam bij elkaar. En de andere, zeg maar, feestdagen, daar deden jullie niets aan? Niet echt aan, nee. Maar toen wij in de binnenstad woonden, toen woonden we 2 huizen. Eerst naast de school en toen tegenover de school. Dus dat zagen we wel, maar okay. We gingen er zelf niet naartoe. Maar je hield natuurlijk wel rekening dat je niet op zadel met de auto weg ging rijden voor de deur. Dan denk ik toch zeker dat daar rekening mee werd gehouden. Maar wij deden alles. En je zei dat die opa dus wel naar de school en je andere opa en oma?
Mijn oma, die andere oma, die leefde al niet meer. Nee. En mijn grootvader, die woonde in Leeuwarden. En die was eerst weduwnaar en die is na een aantal jaren is die hertrouwd met een bijzonder lieve vrouw. Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Nee hoor. Hè? Vast niet. Nee, hij denkt het ook niet. Nee. Want dat is ook haar grootouders natuurlijk. Okay. Dus als ik het niet weet, dan kijk ik naar. Ja. Dat is heel mooi. Het staat allemaal op de film, dus. Ja, nee, maar dat... En hoe was jij als kind? Wat was jij? Over jezelf? Ja, ja, nou ja, was je... Nou, ik geloof dat we lieve kinderen waren, zowel mijn zus als ik. Maar er bestond toen nog geen er bestond nog geen kleuterschool. En ik moet je wel zeggen dat die kinderjuffrouw, die hield ons 24 uur per dag bezig, hoor. We hebben leren naaien, leren breien. Mijn zus nooit tot er doorgedrongen, moet ik zeggen. Dat kan ze niet zo goed, knoop aanzetten. Nee, maar en we maakten allemaal dingen en zij was altijd met ons bezig. En ze maakte de mooiste kleren voor ons en alles. En mijn moeder vond het best. Want mijn moeder kon alleen maar, omdat ze straatvrees had, kon ze alleen maar weg. Toen we in de binnenstad woonden, haar zuster woonde schuin tegenover haar. En haar moeder woonde recht tegenover haar. En de zusters van mijn vader woonden er. Dus dat was haar bescherming. Ja. Maar ze ging niet met ons. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit met mijn moeder ben weg geweest. Ook niet op vakantie? Of dat deden jullie niet? Nee. Oké. Nee, dat was er niet. Voor dat was er niet bij. In de jaren 30 natuurlijk Nazi-Duitsland. Hoorde je als kind daar iets van? Nou, dat durf ik nou niet te zeggen. Ik geloof het niet. Ik weet wel dat Hitler aan de macht was in Duitsland. En wij hoorden dus, mijn ouders natuurlijk. We hoorden wel al die verhalen. En wat ook heel bijzonder is, op een gegeven ogenblik, en ik dacht dat dat rond 1936 was, dus toen was Hitler al aan de macht. Toen, mijn vader had een vriend, was geen Joodse man, en die zei tegen hem, luister eens even, zou jij geld willen geven en je medewerking willen geven, want er zit een hele beroemde arts in Berlijn, en wij zouden die naar Nederland kunnen smokkelen, want als die in Berlijn is, dan hij zit in een groot ziekenhuis, hij is Joods, nou dan gaat het helemaal mis met hem. Nou, mijn vader heeft daar geld voor gegeven. En toen heeft een vrouw, een kennis, die had een man en die leek een beetje qua paspoort op die man die ze moest gaan halen. Die is naar Berlijn gereisd en die heeft die, dat was dokter Friede, en die heeft die naar Nederland gehaald. En mijn vader en die meneer Sommeling, waar ik het nu over heb, die hebben gezorgd dat hij in de binnenstad een appartementje kreeg. Ze hebben geld gegeven. Hij kon niet zijn dokter, dat mocht toen niet, ik geloof vandaag de dag nog niet. Hij mocht niet zijn beroep uitoefenen. Ja. Maar ik kan het je niet vertellen hoe. En toch had hij een grote praktijk en hij had een afspraak met de apotheek. En het is voor ons een hele belangrijke man in ons leven geworden. Dat zeg ik maar even vooraf. Dat komt straks inderdaad. Ja, dat komt straks. Ja. Dus dat was wel iets wat er gaande was in het gezin. Ja. Maar wist je dat, had je dat toen als kind door, of was dat iets wat je eigenlijk na de oorlog hebt gehoord? Nou, ik moet je luisteren. Wij hadden nooit het idee. Ja, God, het was een koningin hier en we leefden in een neutraal land. Dus Hitler komt toch niet hier? Kijk, het was natuurlijk een heel ver land. Kijk, die jongelui tegenwoordig, ze drukken me. Op de televisie en te zien wat er op de hele wereld gebeurt. Maar in die tijd, Duitsland was heel ver land. En alleen van Duits-Joodse mensen die naar Nederland vluchten, daar hoorden we soms verhalen van. Nou, en het verhaal natuurlijk, hoe die mensen uiteindelijk, dat hoef ik misschien niet te vertellen. Ja. Maar wat hoorde je dan van verhalen van die Duitse Joden? Nou, dat ze zeiden dat er verschrikkelijke dingen gebeurden in Duitsland. En
dat ze de mensen allemaal daar waren willen vermoorden. En niet alleen dat, ze wilden gehandicapten. Duitsland wilde in zijn groot Duitse Rijk, er mochten geen zigeuners en er mochten geen gehandicapten en er mochten geen Mongolen en er mochten geen donkere mensen. Hij wilde ze allemaal uitmoorden. Ja. Hij wilde een Arisch land overhouden. Maar was dat dat je dat als kind hoorde, toen voor, hè, vlak voordat de oorlog, voordat wij bezet raakten? Hoorde je dat toen? Ik denk dat ik daar te klein voor was. Ik was 10 jaar. Wij wisten alleen van die dokter Friede. En die had elke vrijdagavond bij ons. En hij werd voorgesteld aan de rest van de mensen. Zo ging dat vroeger. Ja. Maar nee, ik geloof het niet. En wij verhuisden, toen ik 8 jaar was, dat was nog voor de oorlog, naar Scheveningen. En dat had ook wel weer een reden, want mijn vader wilde graag naar Scheveningen wonen. Maar het probleem, mijn moeder, met de straatvrees. Maar mijn vader kon op een gegeven ogenblik een dubbel bovenhuis huren. En daar recht tegenover woonde een van de jongere zusters van de grootmoeder. En die was bereid, als mijn moeder alles wat ze wilde, kon zij voor haar zorgen. En daarvoor is ze uiteindelijk toch naar Scheveningen gegaan. En ze deden ook alles samen. Ja. Ze gingen ergens vis halen en ze gingen boodschappen doen. Wauw, wel bijzonder. Ja. Ja. Het is toch een druk op je leven geweest. Vooral later, na de oorlog. Maar dat is een ander verhaal. Niet belangrijk voor dit. Je bent 10 als dan de Duitse troepen Nederland binnenvallen. Ja. Kan je je dat nog herinneren? Ja. Dat kan ik me wel herinneren en waarom kan ik het, in de eerste plaats kan ik het me herinneren dat mijn grootmoeder, hoe we dat wisten weet ik niet, die had een Duitse dienstbode, dat was toen voor dag en nacht, en die had op het dak staan juichen, dat vertelde ze aan mijn ouders. Mm-hmm. Dus ja, en wat het zou gaan betekenen wisten we niet, maar ik geloof, of dat nou de derde dag was, ik durf het niet zeker te zeggen. Toen werd Rotterdam gebombardeerd. En wij hadden in Rotterdam hadden we een neef van mijn moeder met zijn vrouw en 2 zonen. En die kwamen met spoed naar ons en die vroegen, mogen we bij jullie blijven? Want het is zo angstig in Rotterdam. En toen hebben we matras op de grond gelegd en die zijn bij ons gebleven. Dus dat, ja, en toen op een gegeven ogenblik werd er gezegd, de Duitsers hebben Nederland bezet. En de koningin is naar Engeland gevlucht. Wat dat zou gaan betekenen, kan ik je niet vertellen. Op dat mijn vader was altijd heel optimistisch. En die zei, het zal allemaal wel goed komen. En het zal wel niet zo zijn zoals in Duitsland. Nou, reken maar. Dat was het natuurlijk wel. En dus er is ook niet een moment geweest dat jullie dachten, hè, dat je ouders dan dachten van, we moeten vluchten? Ja, even. Ja. Even, we zijn nog een keer naar de Scheveningse haven gegaan. Tot ons geluk zijn we weer naar huis gegaan. Want die boten waarop die mensen naar Engeland zijn gevaren, er is er geloof ik 1. Ja. Dus, of meerdere, ik weet het niet. Maar mijn vader heeft toen wel even moeite gedaan. Maar, misschien kan ik het er even tussendoor vertellen. Die kinderjuffrouw had een broer in Amerika, in Canada. Ja. En die zei, een paar jaar voor de oorlog, ik vind het hier gevaarlijk, ik wil met de kinderen naar Canada. Oh, zei mijn vader, komt niks van in. Toen zei ze, maar dan gaat u toch ook mee? En wat zei die man? Dacht je dat ik me 5 winkels in de steek liet? Nou, je weet het. Ja. De oorlog was nog geen 1/2 jaar aan de gang of mijn vader was zijn zaken kwijt. Je weet het niet. Ja. Dus die had wel een gevoel van, er gebeurt wat. Nou, eigenlijk wordt er al snel worden de anti-Joodse maatregelen genomen. Alleen dat is eerst voor wat kleinere groepen. Wanneer werd jij als kind voor het eerst getroffen daardoor? Nou, het was natuurlijk in februari 1941. Toen kwamen de eerste borden verboden voor Joden. Hè? Dat stond er overal. Ik was op mijn gewone school. En waar kwamen die borden? Nou, laat ik zeggen, theaters, bioscopen, zwembaden, sportvelden, dierentuinen. Ik kan ze niet allemaal zo 1, 2, 3 opnoemen. En ik zit op een leuke school. En dan komt een vriendinnetje naar je toe en dat zegt tegen je. Ik ben jarig geweest. Uitnodiging voor de bioscoop. Ja, ik mag niet.
mijn moeder praat met jouw moeder, mag je wel. En dan moest ik zeggen als kind van 11 jaar, ik mag niet van de Duitsers. En wat dat, ja, nogmaals, ik had die lieve vader die dat al, dat bestaat niet, dat is gek. En dan kwam er weer een ander kind en dat zei, luister eens, we gaan na afloop zwemmen. Jij kan toch ook zwemmen, als je je badpak meebrengt en een handdoek, mijn moeder gaat. Ik mag niet. En zo kan ik nog 20 dingen opdoemen. Hè? Maar dat was eigenlijk het eerste. Ja. Maar binnen korte tijd, zal ik dat even opnoemen? Ja. Binnen korte tijd, misschien zat er 2 maanden tussen, kwam het volgende. Joodse mensen moeten een fiets inleveren. Ja, doe je dat? Ja, neurologisch doe je dat. Je gaat hem niet verstoppen op zolder. Mijn zus en ik hadden een fiets. Fiets wegbrengen, naam opschrijven, zonder fiets naar huis. En dan kan ik het weer herhalen, je vriendinnetjes gaan fietsen. En dan zei er wel eens een vriendinnetje, wie achterop? En dan zei mijn vader, niet doen, het is gevaarlijk. En dan ging er weer een tijd tussendoor. En wat was de volgende verordening? Joodse mensen mogen niet meer in het openbaar vervoer, niet meer in de trein, niet meer in de tram, niet meer in de bus, noem het maar op. En daar heb je natuurlijk als kind afschuwelijke last van. Want al die dingen die ik opnoem, dat konden je vriendinnetjes wel. En je bent nog gewoon op de normale school. Maar uitte je dat? Die zeg maar die frustratie van... Nee, maar ik vond het heel verdrietig. Ik denk dus dankzij mijn vader dat we het geaccepteerd hebben. Hè? En die zal ik 100 keer noemen, want dat is toch wel de bijzondere man in ons leven geweest, hoor. Dus dan komt er elke keer, dan komt de volgende en dan wordt er gezegd, Joodse mensen mogen niet meer bij niet-Joodse mensen en omgedraaid. Dan komt een vriendinnetje buiten school, ga je mee huiswerk maken? Geen Joods kind. Nee, dat mag ik niet. Nou, ga ik wel met jou mee. Nee, mag ook niet. Dat moet je luisteren voor een kind van 12 jaar, dat is zo moeilijk te begrijpen. Maar het wordt je wel allemaal gezegd natuurlijk. Ja. Dus dat was heel afschuwelijk. En ja, het bleef maar doorgaan. En toen kwam het bericht, Joodse mensen mogen niet naar buiten tussen 8:00 en 6:00. Maar, en dat was, sla ik misschien over, april 42, toen kwam ineens dat bericht dat Joodse mensen en kinderen vanaf 6 jaar, als ze buiten liepen, een ster moesten dragen. Dan ben je kind van... Sta er op de foto. Ja. Hè, dan moet je een ster dragen. Ik zeg je maar, je bent gebrandmerkt. Dat het enige wat ik kan zeggen. En dan waren er natuurlijk altijd wel mensen. Vroeger alle mannen droegen een hoed. En als ze je dan wilden laten horen, dan namen ze diep als ze langs je liepen. Maar er waren ook lui, die konden naar je spugen. Maakte je dat ook mee, zelf? Heb ik een keer meegemaakt. Maar mijn vader zei dan altijd... Gewoon doorlopen, gewoon naar huis komen. En ik voelde me altijd wel veilig door mijn vader. Hè? Dus dat was best wel... En toen kwam weer een... Of ik het precies in de goede volgorde doe... Maar dat Joodse mensen mogen niet meer buiten tussen 8:00 en 6:00. En wat had dat nou voor betekenis? Die betekenis was dat ze waren begonnen met het arresteren en weghalen. Nou, wat was er niet makkelijker? 1 drukje op je bel naar achter en je was er gewoon. Ja. Hè? Ja. Dat was natuurlijk heel afschuwelijk. En dat was heel vervelend. Maar, wat ook, moet ik er even bij vertellen, in oorlogstijd mocht er geen licht branden op straat. Dus het was hartstikke donker. Maar er mocht ook geen licht branden vanuit je huis naar buiten. Ja. Dus wij waren toch wel een beetje bang van, zouden we gearresteerd worden? Ben je toch een beetje bang? En wij hadden een hele grote glazen erker, maar daartussen waren gordijnen. En die wegen waren nog niet zo druk. Dus soms dacht je wel eens dat er een auto rende. En dan deden mijn ouders gauw het licht uit, kijken van, oh god, hij rijdt door. Dus, ja. Dus dat was. Maar, dus nou heb ik het over de zomer gehad. Nou wil ik het even hebben over juli, over de maand juli. Er gebeurden een paar dingen. In de eerste plaats was wat er gebeurde was, mijn vader die had een vriend. En die vriend zat in het verzet. En die was ook, zat in het bestuur van de Nederlands Hervormde Gemeente. En die zei tegen mijn vader,
luister eens even, ik heb een dominee die ook in het verzet zit. En hij is bereid om jullie 4 dooppapieren te geven. En als je die dooppapieren hebt, dat kan je leven redden. Nou, zei mijn vader, dolgraag natuurlijk. Dus wij gingen uiteindelijk, ik heb de datum altijd onthouden, 18 juli 1942, wij gingen naar de dominee. Hij schreef 4 dooppapieren en hij zei, luister eens even, van nu af aan moet je 1 ding beloven, je moet elke zondag naar de kerk en je kinderen gaan naar de jeugddienst. Was leuk hoor, hè zus, was gezellig, ja. Ik zie een snoertje vallen. Als nu dus de kerkdienst wel eens aanstaat, dan denk ik, god, kan ik dat liedje niet meezingen. Ja. Nee, maar dat deden we ook trouw, hè. Dat deden we absoluut trouw en dat gingen we dan doen. Alleen maar, en daar waren we wat blij mee. Maar de volgende maand, in augustus, toen kwam ineens het bericht dat Joodse kinderen mogen niet meer naar hun eigen school, maar naar een Joodse school met Joodse kinderen. Dat zie je. Mm-hmm. Zeg, 2 daarvan leven nog. De rest is allemaal vergast van deze foto. Kan ze nog aanwijzen. Maar dat is natuurlijk voor een kind een reuzeklap. Afschuwelijk. Ineens moet je naar een vreemde school. Was 20 minuten lopen. Op zich was dat natuurlijk niet zo erg. Want dit was in Den Haag, die in school, in Den Haag, hè? Scheveningen, in de Joodse school. In de Duinstraat, Scheveningen. Ja. Maar goed, dan komt het moment dat je naar die school gaat. En ik moet je zeggen, ik weet nog zijn naam, meneer Engelander. Leuke leraar, gezellige klas. Dus eigenlijk vonden we het allemaal, ik vond het eigenlijk niet zo erg. Maar wat wel eng was, en dat vond ik eng en vertelde het thuis. Ik zei, papa, er zaten 26 kinderen en nou zitten er nog maar 23. Ja, waar zijn die? Ik weet het niet, misschien zijn ze weg. En als je dan wist waar ze gewoond hadden, dan zat er een zegel op de deur. Maar ze konden natuurlijk niet laten horen hoe ze waren. En die klassen werden kleiner. En die verhalen maakten mijn vader toch wel bang, hoor. En toen ging hij diezelfde meneer benaderen. En toen zei hij, denk jij dat je de mogelijkheid kan vinden om ons te laten onderduiken? Nou, dat was niet makkelijk, want wie waagt zijn leven voor vreemde mensen? Hè, dat gebeurt niet. Denk je zelf na, als ze het aan mij zouden vragen. Het vind ik altijd. Ik denk altijd aan die dingen, ik denk als zoiets mij gebeurt. Ja. Hè? Zo is het toch? Nee, dat is inderdaad. Ik sla niks over, nee, hè? Want nee, je zit nee, met nee, je papiertje. Nee, nee. Nee. Oké, dus mijn vader zei, dus die man ging zoeken, hè? Dat was zo. En toen op een gegeven ogenblik zei hij, ik heb een adres gevonden en dat zijn een jong echtpaar, zij was 28 en hij was 32, die bereid waren om 4 vreemde mensen in hun huis te nemen. Wie doet dat? Ja. Heel bijzonder. Dus er werd op een gegeven ogenblik afgesproken een datum dat we konden komen. Maar wij, wat ik al vertelde, niet-Joodse mensen mochten niet bij Joodse mensen naar binnen, maar die lieve kinderjuffrouw is toch meerdere keren stiekem naar binnen gegaan. Die heeft kleren gehaald, die heeft mooi zilver, allemaal verstopt en weggehaald, dat er toch iets nog zou zijn. Nou, dan komt het moment dat je het huis uit moet, laat het zo zeggen. Dus mijn vader had een plan bedacht en die zegt, luister even, wij mogen na achter niet op straat, maar we gaan vanavond, we halen de sterren van onze jassen. We gaan 2 aan 2 lopen. Mijn vader zou met mijn zus lopen en mijn moeder en ik. En dan gaan we met twee aan twee lopen naar de Valkenboskade. Dat zou ongeveer een klein uurtje lopen zijn. Maar ja, je kon niet meer in een tram of niet. Nee. Moest je dus erg oppassen. Dus dat hebben we gedaan. En hij zei, we nemen niets in onze handen. En waarom vertel ik dat? De Nederlandse politie was heel slecht. En dan was het zo, als je dus een tas bij je had, dan kon de politie zeggen, mogen we er even in kijken? En dan konden ze in die tas kijken. En dan zeiden ze, we mogen je, hoe heet dat, legitimatiebewijs, persoonsbewijs zien. En daar stond een dikke J op. Ja.
Dus wij waren, mijn vader heeft alles zo goed uitgedacht. Hè? Dus dan komt het moment, mijn vader, mijn zus gingen naar buiten, mijn moeder en ik. Kan je voorstellen dat je de deur achter je dicht trekt en alles, alles achterlaat. De mooie meubelen en alle spullen waar ze jaren voor gewerkt hebben. Ik ben nog iets vergeten, dat ga ik zo vertellen. Ja. Laat ik even teruggrijpen. Ja. Alle mooie spullen, wij, onze lekkere kamer en het bed en het speelgoed en de kleding. Je laat alles achter om je leven te redden. Dat is wat. Maar ik moet nog even terug naar 1941. Ja. Even, want het is heel dom dat ik dat vergeten ben. Want we hadden het over die 5 mooie slagerijen van mijn vader. En daar waar hij dan elke dag naartoe ging. En in een van die zaken stond een chef. En die was al 20 jaar bij mijn vader. Was een Duitser van afkomst. En mijn vader komt daar naar binnen. En hij zegt, ho, ho, zegt mijn vader, wat bedoel je? Lees dit maar eens. Dat heette toen Verwalter. Ja. Kijk eens wat ik hier heb. Ik ben de baas. En jij eruit. Kan jij je voorstellen? Mijn vader is huilend thuisgekomen. Dus ik wil maar even zeggen over dat verhaal van mijn zaken kan ik niet in de steek laten. Dat was ik even. Uiteindelijk was hij alles kwijt. Was hij alles kwijt. En jullie gingen dus weg naar de onderduik. Ja. Nou, het is al heel bijzonder dat een heel gezin gaat duiken, hè, en bij elkaar blijft. Maar moesten jullie betalen voor je onderduik, weet je dat? Nou, mijn vader zal best wel, het waren bijzonder lieve mensen, maar natuurlijk, kijk, je kan niet met 4 mensen binnentrekken en alles voor niks. Het was wel zo, even zeggen, we zijn daar natuurlijk gekomen, we zijn daar naartoe gelopen, ze woonden stenen trap. En dan was alles gelijk vloers. En we werden reuze lief ontvangen. Loop maar mee. En achter de keuken waren 3 kleine kamertjes. In de eerste stonden 2 bedden. Voor mijn zus en mij. In de middelste konden we zitten. Laat ik het maar duidelijk zeggen, zitten. En de achterste waren 2 voor mijn ouders. Oké. Dus ze zeiden wel, luister eens even. Je moet heel stil zijn overdag. Geen schoenen aan. Geen wc doortrekken, niet te dicht bij de raam komen. Maar als je nou zegt, wat heb je dan gedaan daar? Ik heb me nooit verveeld. We hebben spelletjes gedaan, we hebben gebreid, we hebben gepuzzeld, we hebben gelezen. Want je zit wel met z'n vieren echt de non-stop op elkaar. Ja. 6 was het. En dan die 2 mensen. Ja, natuurlijk, ja. Nee, maar dat was... Maar goed, het is gelukt. Of in ieder geval... Ja, want... We waren 5 maanden waren we dus ondergedoken. En mijn zus stond in de keuken. En daar aan die keuken was een balkon en daar was er een schuur. En daar sprong een vent op. Ik geloof zelfs dat hij een pistool in zijn hand had. En die gilt onderduikers. We waren verraden. En hij gaat naar de voordeur. Er komt nog een vent naar binnen. Nou, we werden meegenomen. En het afschuwelijke is natuurlijk dat de man van de vrouw waar we waren ook... vond mijn vader iets verschrikkelijk. Die man werd ook meegenomen. Hij heeft een jaar in Vught gezeten, heeft het gelukkig overleefd. Wij werden gebracht naar een huis. En dat huis, dat staat er nog altijd op de Nieuwe Parklaan in Den Haag. En dat heette Windekind. Ja. Daar zat een vent achter het bureau, die heette Kaptein. Hij heeft na de oorlog de kogel gehad voor alles wat hij misdaan had. En wat was die rustige vader van mij, die zei... U mag ons niet arresteren. Kijkt u eens, we hebben dooppapieren. Wat, zegt die rotvent. Hij grijpt ze, hij scheurt ze aan stukken, gooit ze in de prullenmand. En zegt, wat? Kinderen naar Theresiëstad, jij naar Auschwitz, jij naar Mauthausen. Het enige wat je hoort is, je blijft niet bij elkaar. En dat is meer dan afschuwelijk, die rotvent. Gelukkig hebben ze hem de kogel gegeven. We werden dus, van daaruit werden we gebracht naar de Scheveningse gevangenis. Niet de luxe zoals nu. Nee. Mijn zus, mijn moeder en ik gingen ineens stroozakken op de grond. Een luikje voor het eten. Als je die vlucht pakte, lag het op de grond. Hebben we 3 dagen hebben we daar gezeten. En toen werden we naar buiten gebracht. En daar stond, waar nu een heuvel loopt, daar stond een trein. En die trein heeft... En we zagen mijn vader weer. Oh, wat waren we blij. En toen gingen we naar Westerbork. Voordat je naar Westerbork...
Wisten jullie wie jullie uiteindelijk? Ben je erachter gekomen wie jullie heeft verraden? Of is dat... We zijn niet, maar ik kan je wel zeggen wat er eigenlijk gebeurd is. Ja. Er was een zoon van een politieagent, die was goed hoor, die was 17 jaar. En omdat het eten schaar was, had mijn vader hem een adres gegeven waar hij 3 pakjes vlees kon halen. Dat was nog voor familie en voor ons. Dus elke week ging hij met die 3 pakjes. En dat eerste adres werd verraden. En daar zijn ze binnengevallen en daar hebben ze onderduikers gevonden. Nou, toen hebben ze hem laten gaan. Ja. En zo hebben ze ons ook gevonden. Maar wie het heeft, nee, daar kom je nooit achter. Die 3 dagen dat jullie in Scheveningen, zijn jullie toen ook ondervraagd of nee, niet? Nee hoor, we hebben op de grond gelegen, op de stroozakken. Ton in de hoek voor je behoeften. Niet die luxe. Nee. Je ziet het wel eens op de televisie met een bed en een computer en een... Nou, ja, heel anders. Je zou bijna zeggen, daar wil ik wonen. En zaten er meerdere mensen in jullie cel of zaten jullie echt met z'n drieën? Nee, wij zaten met z'n drieën, ja. En uiteindelijk zijn jullie dus van Scheveningen naar Westerbork. Ja. Daar kwamen we aan. En dan moet je weer in de rij staan. Er wordt weer je naam opgeschreven. En toen zei mijn vader, ik ben gedoopt. Ja. Gedoopt? Mag ik uw papieren zien? Mijn vader zei gelukkig, ik ben ze kwijt. Oh, dat is niet zo erg, want we hebben hier een lijst. En ze hadden een lijst met gedoopten. En toen gingen we naar een speciale barak. Als je het barak is, een langhouten gebouw. En wij kwamen er al heel gauw achter... Dat ze die barak met rust lieten. Elke dinsdag ging er een trein, of dat nou 1000 of 2000 beestenwagens. En mensen werden willekeurig overal vandaan gehaald. Daar werd een echtpaar en daar de kinderen. En zo ging dat. Want als die lijsten maar compleet waren en als er eentje dood ging ondertussen, dan gingen ze een andere barak binnen en zeggen ze, ga jij maar mee in de trein. Hè? En daar stond op die treinen Auschwitz, Sobibor, Theresis, dat. Dat zei je allemaal niks. Ja. Maar ons... Lieten ze gewoon met rust. Ik wil nog even, want jouw vader was een S-geval. Ja, ja. Toen die dus in Westerbork terecht kwam. Ja, dat moet ik misschien nog even, ja. Ja, want dat heeft natuurlijk wel... Ik bedoel, als die S niet kwijt was geraakt, dan... Ja, nee, ik wist niet of je het over wilde. Ik kan het met plezier betuigen. Ja. Kijk, omdat we ondergedoken waren, was hij strafgeval. Dus toen we ons allemaal melden, werd hij als strafgeval werd hij weggevoerd. Maar... Wat ik je al vertelde, ik heb verteld over die dokter Frieder, die ze hebben uit. Maar die dokter Frieder was het hoofd van het ziekenhuis, daar. En mijn moeder, hoe ze dat gedaan heeft, weet ik niet, is met spoed, heeft hem opgezocht. En die heeft de afspraak gemaakt met mijn vader, die heeft hem gelijk opgezocht. Die zegt, als jij morgen gaat werken, dan op een gegeven ogenblik laat je je achterover vallen in de kuil. En dan doe je zo dat je een hartaanval hebt. En als jij naar het ziekenhuis komt, dan zal ik wel zorgen dat ik je eruit haal. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En mijn vader gaat naar het ziekenhuis. En net is de goeie niet daar. En iemand onderzoekt hem, die zegt, de man heeft niks. En mijn vader, die lag geloof ik op een brancard, durf ik niet zeker te zeggen. En dokter Frieder loopt langs en hij trekt hem aan zijn jas. En hij zegt, wat, die man spoedopname. En in de kortste keren lag hij daar in een bed. En... Heeft hij toch een half jaar in het ziekenhuis beschermd gelegen. Overdag lag hij een beetje in zijn bed. En 's nachts ging hij bridgen met de nachtdoktoren. Dat heeft hij altijd verteld. Maar dat was natuurlijk afschuwelijk. Ja. En dat kan ik... Ik weet dat het gebeurd is. Mijn vader schijnt op een gegeven ogenblik de mogelijkheid gehad te hebben... om die straf af te kopen. De Duitsers waren erg op geld. En het schijnt, maar ik kan natuurlijk nooit meer navragen... dat mijn vader 20.000 gulden heeft betaald. En van de een op de andere minuut stond hij bij ons in de barak. En daar kon hij ineens blijven. Hij werd stoker van het ziekenhuisterrein. Misschien wel even leuk om te vertellen... Ja. Omdat het ook in een van die boeken staat van, hoe heet die, Philip Mechanicus staat het verhaal. Hij was stoker van het ziekenhuis en had in die stookruimte, waar hij dan steeds moest zijn,
had hij een bed georganiseerd. En voor de rest zal ik even stiekem vertellen, hij nodigde af en toe mijn moeder uit. Verder hoef ik niks voor te zeggen. Daar laten we het bij. Dus dat was heel fijn. Dus dat was heel leuk. Dus mijn vader, die was gelukkig vrij natuurlijk. En daar waren we heel blij mee. Ja. En moest jouw moeder ook werken? Jawel, we moesten allemaal werken. Ik heb me kapot gewerkt. Maar het hinderde maar niet. Wat? Ja. Je krijgt er niks van. Nee, maar wat moesten jullie allemaal doen? Nou, mijn moeder was schoonmaakster in het ziekenhuisterrein. Ook weer zo uitgekookt dat er maar iemand in de buurt was. We waren ons dat niet zo bewust hoor, in Westerbork. Maar zo was het wel. En mijn zus werkte bij een boer. Ja. En daar moest ze ook zwaar werk doen. Maar dat was een goede boer, die was niet slecht. En ik moest op het land werken. En even vertellen, toen ik... In zo'n barak staan de bedden driehoog. Hè. Dus zo'n complex van 9 en dan weer een tafel ertussen. En ik werd op die derde, bovenste bed. En na 3 dagen kwam er een meisje naast me liggen van mijn leeftijd. En ik zou bijna zeggen, ze is een vriendin voor het leven geworden. Totdat ze overleden is in 99. Maar dat was een vriendin van het leven. Dus we hebben verder alles samen gedaan. Zij was ouder. Ja. Zij had haar eigen vrienden en ik had mijn eigen vrienden. Dus we deden geen dingen samen. We deden alles apart. Ik deed alles met haar, met mijn vriendin samen. En ik moest zwaar werk doen op het land. We moesten aardappels rooien, we moesten hooien. En we moesten wagons lossen. En als je dan gelost had, dan zeiden ze, je moet ze van de perrons duwen. Nou, probeer het maar eens. Al ben je met 20 kinderen, lukt het niet. Maar goed, maar... Dat soort dingen deed je. En dan was het ook wel lachen hoor. Als we met die wagon aan het duwen waren, dan deden we ze wat in ons broek van het lachen. Want dat ging helemaal niet. En je zag nooit een Duitser in Westerbork. Nooit, alleen aan de trein was een Duitser. Ja. Voor de rest zag je nooit Duitsers. De Duitse Joden die er voor de oorlog waren, dat waren de baas. Ja. Die beslisten over alles. Want ik begreep dat jullie ook af en toe bij... gaat hij nog? Ja, hij gaat even goed. Zo? Ja. 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 Ik begreep dat jullie ook af en toe bij bij de trein werkzaam moesten zijn. Zij, maar vooral jij. Mijn zus moest er bijna elke week. En laten we zeggen, misschien ik eens in de 4-6 weken. Maar dat is wel afschuwelijk hoor. Want het zijn altijd... Huilende en gillende mensen, die moesten afscheid van elkaar nemen, want die lijsten die werden willekeurig gemaakt. Hè? Onze barak lieten ze met rust, maar ze gingen ook bijvoorbeeld ergens, dan moesten de ouders weg en mochten de kinderen blijven, maar het was ook, en je had je te houden aan die dingen. Dus dat was heel afschuwelijk. Ja, want wat wist jij eigenlijk je wist op niet. Dat moment? Gingen de geruchten, waren Kijk, de geruchten laat in ik kamp? Zeggen... Westerbork was een schijnkamp. Goeie doktoren, goede ziekenhuizen, goede tandartsen. Eens in de week een grandioze revue, moet ik zeggen. En als dan zo'n trein weggaat, en dat is, ja, weet je wat het gekke is? Daar heeft Guido maar attent op gemaakt. Ik heb een keer ergens in een interview gezegd, ik ben me toch thuis gaan voelen. Maar we zijn 1,5 jaar in Westerbork geweest. Ja. Ja, hoe gek het ook klinkt. Je pas je aan ook. Ja, en omdat ze je met rust lieten. Maar je zag wel die ellende. En als die trein weer rijdt, dan denk je, ik zit er niet in. Maar voor de rest was je echt wel... En ik moest echt heel zwaar werk doen. 6 dagen in de week, 12 uur per dag. Aardappels rooien en als je dan zak had van 50 kilo, dan moest je ze sjouwen naar de weg. Maar je ziet, je wordt er 88 mee, zal ik ja, maar zeggen. Ja, precies. Ja, ja. Nou waren jullie dus protestants gedoopte joden. Jullie zaten in een aparte barak. Ja. Je hebt mensen als Hetty Hillesum die het lot wilden ondergaan, hè, wat joden. Ja, ja. Hebben jullie last gehad van, zeg maar, negatieve gevoelens van anderen in het kamp? Oh, dat zal zeker. Dat zal zeker, maar ik durf het niet zo bewust. Weet je, je was... Je deed meestal het werk met je eigen groepje. Je zag niet zoveel mensen, maar de mensen waren wel jaloers, hoor. Dat weet ik wel. En weet je wat ik zo gek vond?
Al die mensen in de barak waar we waren, die waren gedoopt. Ja. Wist jij wie er echt gedoopt was en werd niet? Weet je dat er zelf... Ik heb nooit aan mijn vriendin gevraagd, ben jij wel echt gedoopt? Dat vroeg je niet aan elkaar. Je was gedoopt, oké. En je ging zondag naar de kerk en ik mocht meezingen in het koor. Dat is echt een filmpje van. Maar ik moet je zeggen, dat werd nooit... Pas toen wij uiteindelijk in Zwitserland kwamen, toen weet ik nog dat een van die gedoopte mensen, die pakte zijn koffertje en die had een talis bij zich en die ging bidden. Dus die was niet zo gedoopt. Nee. had je school? Moest je naar school in Westerbork? Nee. Wij werkten. Jij moest wel naar school. Maar je was wat jonger, of niet? Ja, ik ben van 34. Oh ja, ja. Ja. De kinderen, jij hoefde niet te werken. Kleinere kinderen. Maar je ging er wel naar school, dacht ik. Wij gingen wel naar school. Ja. Oké. We hadden ook katholiek. We hadden ook gewoon les en zo. Maar ik was goed bevriend met de dochter van een dominee. Oh ja. Ja. Je had dominee Enker en dominee Tabaksblad. Ja, maar dat waren echt, hè? Die waren echt, want die dominee Tabaksblad, dat is de vader was dat van de directeur later van de Unilever. Ja. Hè? Maar die was echt, dat was een echte dominee. Ja. Die had een lieve dochter. Dat was ik met Judith met een dochter. Nee, want hij had 9 kinderen, dus dat ging het net zoals bij de katholieken. Dat ging maar door. Uiteindelijk... moeten jullie naar Theresienstadt. Wanneer werd dat bekendgemaakt? Nou, en hoe? Eerst hoorden wij dat de bevrijding begonnen was. Dat hoorden we duidelijk. En dan zeg je tegen elkaar van, zouden we nog zoveel dagen, misschien lukt het dat we nog blijven en worden we bevrijd. En toen kwam Dolle Dinsdag en toen kwam het bevel, Westerbork moet leeg. En Westerbork moet leeg, ja. Dus dan zit je dus en je had geen keus. Dus de volgende dag moesten wij met ons hebben en houden, moesten we naar de trein toe. Nou ja, daar stonden allemaal beestenwagens en daar kon je dus instappen. In elke beestenwagen lagen 74 matrassen en daar had je maar op te liggen. En of je nou 3 maanden was of 30 of 90 jaar, je ging er maar op liggen. 3 tonnen in de wagon. Voor je behoefte te doen, nou de ene een kleine boodschap, de andere een grote en de andere misschien overgeven, daar zit je wel lekker bij 3 dagen hoor. Het is allemaal zo mensonterend, hè? Ja. Want Theresienstadt had wel ook in het kamp een naam van een. Ja, weet je wat het is? Kamp? Maar je had toch, ik bedoel, er stond op die trein Auschwitz, Sobibor. En al, ik bedoel, je kon je toch niet indenken. Mijn vader heeft in Theresienstadt een keer gezegd dat hij gehoord had dat er mensen vergast werden. Nou, we zijn gewoon kwaad geweest. Welke idioot vertelt je dat? Ja. Wij wisten van niks. En ik zou je zeggen, omdat Westerbork een schijnkamp was, wilde je de indruk wekken. Nou, je ziet hoe het hier is. Daar valt het wel mee. Ik had een vriendinnetje en die was geopereerd. En dan ging ik elke dag even naar het ziekenhuis. Ze kreeg allemaal, dan zei ze weer, ik heb dit lekker gehad, En dit heb ik, ze willen alleen maar dat ik aansterk. Ze werd vrijdags ontslagen, ze ging dinsdag in de trein naar Auschwitz en donderdag was ze al vergast. Ja. Is het dan een schijnkamp of niet? Ja. Verschrikkelijk. Oké, dus wij moesten naar Theresienstadt. In Theresienstadt, we hebben 3 dagen zijn we onderweg geweest. En het ligt in Tsjechoslowakije tussen Dresden en Praag in, dus... Die bombardementen waren er en angstig, want ze kunnen net zo goed een bom op die trein gooien. Maar ze hebben dus... We zijn daar aangekomen. Je weer je naam registreren. Voor de rest, eigenlijk zou ik bijna zeggen, niks bijzonders. En moesten we naar... Het zijn allemaal kazernes in Theresien. Ja. Nou, daar kwamen we boven op een zolderkamertje, ik geloof met... Haar moeder, mannen gingen ergens anders, haar moeder en de 3 kinderen en wij met mijn ouders. En Theresienstadt was natuurlijk in ons idee, zeg ik erbij, heel slecht.
Nogmaals, wij wisten niet van dat vergas in de andere kampen. Nee. En daar gingen 120 mensen per dag dood van de honger. En van ziektes natuurlijk. En daar gingen door Theresiëstad, waren gewone grote platte wagens, zal ik zeggen, met grote wielen. En die haalden de lijken op. Als er iemand was gestorven, dan legde je daar je lijken, moest je zelf de lijken erop zetten. En dan ging er een etiketje met naam, of het nou aan de arm of aan het been was. Nou, en dan liep je daar door Theresiëstad en dan zag je zo'n wagen gaan. Nou, dan ga je die kant weer op. Gek, hè? Was je op een gegeven moment... Nee, absoluut niet. Je had gewoon de drang om te overleven. En ik geloof, het maakte niet eens in. Het was niet zo, helemaal niet. Ik ben er vaak langs gelopen. Want je had honger ook. Dat eten. Misschien zeg jij ook nog wel eens dat ik honger. Ik zeg ook nog wel eens, we hebben honger. Maar honger is wat anders. Ja, precies. We hadden 2 ijzeren bakken. En dan mocht je elke dag, was er een knipkaart, moest je naar een punt lopen en dan werd er wat in die bakken gegooid. In die ene bak ging een beetje grijs water. Als het van onder was, dan zaten er stronken en schillen in. Mag ik het soep noemen? Mag je het maar soep noemen. En de andere was een soort brei. En dat was dan stamppot. En zo'n stukje brood. Daar moest je op zien te leven. Dus als je geen kans zag om af en toe eens ergens wat weg te pikken. Niet van de mensen hoor, maar als je wist waar iets lag. Dan ging mijn vriendin op de uitkijk staan. En dan... Dus je was ook aan het organiseren? Ja, organiseren. Nu hoeven ze niet meer bang. Nee, mijn groenteboer laat me zo binnen. Nee, maar je probeert toch wel iets. Maar dat moet je wel. Dat moet je wel. Want je moest uren in de rij staan ook om eten te krijgen, of niet? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Okay. Absoluut niet. En er stond bij de uitgifte stond een jongen die we kenden. Ja. En je had dus voor grotere porties stond hij en dan wees hij wel eens. En dan kregen we daar, dan kreeg je een schep van die rotzooi, kreeg je extra en was je nog blij ook. Ja. Dus Nou ja, dus Theresiëstad, echt waar, in de periode, wij zijn uiteindelijk 5 maanden in Theresiëstad geweest. En in die 5 maanden zijn er 68.000 mensen, die heb ik uit boek hoor, dat is niet mijn fantasie. 68.000 mensen naar Auschwitz gegaan en die waren binnen 2 dagen allemaal vergast. Uit Theresiëstad. Ja, daar gingen natuurlijk overal mensen naartoe. Maar dat hoorde je ook, van dat de mensen weer verdwenen met de trein? Nee, daar gingen gewoon, van Theresiëstad zag je dat er treinen naar Auschwitz gingen. Of naar Sobibor, of waar dan ook naartoe. Ja. Bergen-Belsen, dat weet ik niet, Dat durf ik niet te zeggen, want... Maar ze gingen naar Auschwitz? Want wij hadden een gastspreekster, nu is ze er niet meer, Frida, ik weet niet meer zo goed. Die is erbij geweest dat Anne en Margot in Bergen-Belsen gestorven zijn. Ja. Dat heeft ze toen verteld, ja. Ja. Dus dat ze allebei daar gestorven zijn. Ja. En moest je werken ook? In Theresiëstad? Ja. Ja. Wat deed je voor Ik was schilder. Heb je iemand nodig? Ik moest hekken schilderen. En ijskoud natuurlijk, ijskoud. En wat kwam nou op een gegeven ogenblik? Er kwam op een gegeven ogenblik bericht het Zweedse Rode Kruis zou komen. Die route die ze moesten gaan lopen, daar werden allemaal voorzieningen gedaan. Er werd een kleuterschool gemaakt met mooie gordijntjes. Er werd een café, daar zetten ze muziek neer en daar moest je allemaal gaan zitten. En allemaal dingen, dat als dat Zweedse Rode Kruis, dat ze maar... Maar, wat bleek nu... In Theresiëstad werden de mensen nog gecremeerd en die gingen dan in een doosje met hun naam. En dat waren er veel te veel. Dus op een gegeven ogenblik, de kinderen, mijn zus ook, die moesten 8 uur, dus 3 keer 8 uur, dat crematorium moest met spoed leeg. Dus er werd een rij gevormd. En die rij die was dan, en dan ging er een trap en dan moest je dat opgooien en dat ging op een wagen. Dus... om dat crematorium maar, laten we zeggen, meer dan de helft leeg te maken. Ik ben ooit nog met de gastsprekers naar Theresiëstad gegaan. Er is ergens bij het water is zo'n bord wat er allemaal ingegooid is. Dus dat crematorium moest leeg. Nou is het een heel gek verhaal, want ik was inmiddels 13, 14 jaar. Wij werden met de gastsprekers meegenomen naar Theresiëstad. En
toen ik daar aankwam, zei ik het eerste wat ik weer naar het crematorium, naar die hoge trap kijken, want ik herinner me niks. Het waren maar drie treetjes. Drie treetjes, gek is dat. Ik wist niet, ik zeg, is hier verbouwd? Nee hoor, dat is altijd zo geweest. En in mijn verbeelding heb ik uren zo gestaan. Gek is dat, hè? Heel gek. Ja, maar dat was natuurlijk het perspectief van het kind. Maar, dus dat Zweedse Rode Kruis is gekomen. Ja, die vertelt me, oh, het is daar zo goed en er is een orkest. En werden jullie ook, want dat hoor ik ook van verhalen, dat jullie gebruikt werden, kinderen. Hè, die moesten dan, kregen een brood uitgedeeld en dan vervolgens om de hoek werd het weer afgepakt. Hebben jullie zoiets? Nee, wat ik wel heb gehoord is dat toen het Zweedse Rode Kruis zou komen, maar dat durf ik, ik heb het gehoord, dus als het niet waar is. De mensen moesten allemaal gaan zitten in het café, er zou muziek komen. En ze kregen voor zich thee en een gebakje, maar ze mochten er niet aankomen. En toen dat Zweedse Rode Kruis weg werd, toen werden die gebakjes weer weg. Dat heb ik gehoord, maar nogmaals, durf ik niet zeker te zeggen. Ja, maar alles werd opgeknapt en een groot deel van de mensen werd ook naar Auschwitz gedeporteerd om... Dat het niet zo vol was. En toch maar laten zien, want er waren veel huizen. Hè? Er waren ook veel huizen waar Denen woonden en alles. Dus, en voordat wij er waren, werden er ook concerten gegeven. Dat heb ik gelezen hoor. Ja, dat niet heb in je die niet tijd. Meegemaakt. Nee, niet meegemaakt. Nou, toen waren we er 5 maanden. Laten we dan maar even doorschieten tot februari 1945. En toen kwam ineens het bericht dat de gedoopte mensen en de Barnevelders, dat waren twee aparte groepen, die mochten naar Zwitserland. Nou, dan riep iedereen, oh, Zwitserland. En dan had ik weer die vader die zei, luister eens even, ze zeggen naar Auschwitz, ze zeggen naar Bergen-Belsen, ze zeggen naar, als ze zeggen naar Zwitserland, ze hoeven toch niet te liegen tegen ons. Dus wij moesten een stempel halen en de volgende dag moesten we ons buiten het kamp, moesten we ons melden. Nou, de volgende dag zijn we naar buiten het kamp gelopen. Nou ja, daar staat een luxe, mag ik zeggen, een luxe trein, geen beestenwagens. Dus wij kwamen daar binnen, dus je kon gewoon voor de raam gaan zitten. Er lagen broden tot het plafond, er waren koeken, er was limonade. Dus wij konden gewoon gaan zitten. Nou, en toen hoorden wij, dat hoorden we pas later, dat de Duitsers hadden voor medicamenten gevraagd. Aan Zwitserland, en toen had Zwitserland gezegd, als je 1200 mensen uit een kamp geeft, dan zullen wij dat doen. Waarom hebben ze ons uitgezocht? We hadden geen nummer in ons arm, we waren niet kaal geschoren, we hadden geen overal aan, maar nog onze kleren hadden we aan. En daarom hebben ze die groepen hebben ze genomen. Allemaal heb ik dat gehoord, dat durf ik niet te zeggen. Nou, we zijn dus gaan rijden en dan, ja... Waar kom je uiteindelijk? Hoeveel dagen onderweg? 2, 3? Ja, precies. Ja, weet het niet precies. Ja. Ja, en toen kwamen we... We hebben s'nachts ergens gestaan dat de bombardementen waren. Ja, ja. Ja. Hebben we s'nachts nog stilgestaan. Dat was angstig hoor. Ja. En toen hebben we dus... toen op een gegeven ogenblik stonden we stil aan de grens. Nou, je durfde niet naar buiten te kijken. Gek is dat, hè? Ja. Ik weet nog dat we zo hebben gekeken... Dat je zag slagbomen en je zag het Rode Kruis staan. Nou goed, op een gegeven ogenblik, de Duitsers zagen we van de trein gaan, slagbomen omhoog. En we reden Zwitserland binnen. Nou dacht jij misschien, ze hebben op de stoelen gedanst. Volgens mij was iedereen doodstil. Ik durf het niet te zeggen, maar daar herinner ik me niet dat iedereen gejuicht. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Want je wist natuurlijk nooit wat er ging gebeuren. Of? Nou, we gingen uit de trein. En we werden daar in die kazerne, moesten onderzocht worden. Hoe lang we daar zijn geweest, weet ik niet. En toen gingen wij uiteindelijk naar een Nederlandse school, die nog altijd bestaat, Prinses Beatrix Lyceum. En mijn ouders gingen naar een vluchtelingenhotel. Daar zaten allemaal Hollanders, die dus gevlucht waren uit Nederland. Nou ja, van de een op de andere dag heb je natuurlijk... je bent vrij. Ja. Weet je, dat dringt ook nog niet tot je door. Hè? Dus... Maar jullie werden dus gescheiden van elkaar? Maar zagen jullie elkaar dan nog wel? Hoe bedoel je? Nou, jullie werden ergens anders ondergebracht. Oh ja, mijn ouders en... Ja, dat is in het begin even... Ja, ja. Maar we hadden wel contact, hè? Okay. We hadden toch altijd wel contact. Ja, maar we hebben eerst 2 maanden in Atlaswil gezeten. Wij althans.
Hebben wij daar ook gezeten? Dat denk ik wel. Dat weet, ik dat, weet dat wel dat we in Atlasville zijn geweest, maar ja, of dat paar maanden... We hebben twee maanden gezeten en toen bedacht het Nederlandse consulaat dat de kinderen naar school moesten. En toen gingen ze die gezinnen uit elkaar halen. En dat weet ik, voor mijn jongste zusje was dat heel traumatisch, want die was weer 3 jaar jonger. Ja. En die kon niet zonder de moeder. En dan zag je eens in de 2 weken mocht je naar dat hotel toe. Ja, 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 dat lijkt me ook. Ja, ja, ja. Maar die school was best wel, wel ja, leuk, natuurlijk. Maar bij en, ons was ook, dus de jonge kinderen gingen weer naar een andere school. Ja, 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 de jonge kinderen gingen ook naar een ander pensionaat, hoe dat oh, heette. Okay. Die zaten in Co en wij zaten in Clarence, geloof ik. Ja, ja. Maar we hadden het daar, ja, maar leren, vertel me, want je kan niks meer. Je bent het allemaal kwijt. Ja, en bovendien, ik kan me zo voorstellen, hè, Theresienstad, daar zijn ook luizen. Ik bedoel, je zit gewoon toch, je bent ziek waarschijnlijk, je zit onder de nou, luizen. Nou, als je een record had, dan kon je wel zo 50, 60 wandluizen per nacht vangen. Die vingen jullie dan? Ja, we hadden potjes, dat had mijn moeder neergelegd, een doekje ernaast. En als je dan zo'n wandluis zag, moest je hem in dat potje doen, niet te hard knijpen, want dan kwam er alleen maar bloed uit. Ja. Dus, en ik ben ook niet meer bang voor muizen. De muizen zijn bang voor mij, want ze liepen daar ook. Ja, je wordt daar... ja. En dat, op de gegeven ogenblik toch accepteer je alles makkelijk als kind, hoor. Ja. Je voelt je toch... Ja, ik weet het niet. En het feit dat jullie bij elkaar waren, dat gaf natuurlijk ook een enorme steun. Absoluut. Dat je bij elkaar was... En dat je, want we kwamen ook veel mensen tegen, dat was een dochter die alleen was en die was alleen of die, de helft waren ze kwijtgeraakt onderweg. Of die op aparte plaatsen ondergedoken hadden gezeten, er was de een gepakt ja, en de ander niet. Ja. Ja. Dus dat was natuurlijk heel erg afschuwelijk. Ja. Nou ja, en in Zwitserland, toen eenmaal die bevrijding er was, moet ik zeggen, in mei, nou ja, het was groot feest hoor, dat was ja, natuurlijk leuk. Ja, toen zei mijn vader natuurlijk, ik wil graag naar huis, ik wil de familie terugzien. Kijk, mijn vader had 6 zusters met mannen en kinderen. 1 was er met ons mee, dat is haar moeder met de kinderen. En mijn grootmoeder was uit een gezin van 9. 1 zuster die was gemengd gehuwd, daar zit daar de dochter. En die rest was allemaal ook weg. En ja, mijn vader zei, ik wil zo gauw mogelijk terug. Nou, uiteindelijk, we zijn in juli naar Nederland gegaan. En mijn vader kwam gauw tot de ontdekking dat van zijn zaken, in de een zat een timmerzaak en in de andere groenteboer. Dus dat was niet meer goed. Maar mijn grootvader was in de onderduik gestorven. En die had een groothandel. En toen is mijn vader die zaak gaan doorzetten. Maar, en wat misschien ook wel een leuk verhaal is... Toen wij aankwamen op het Hollands Spoor, mijn ouders, toen wilden ze graag bellen en ze zagen iemand. En toen heeft mijn vader gebeld naar de onderduikmensen. En daar was inmiddels een dochter geboren, ons pleegzusje moet ik zeggen. En wat zei, wat ga je doen? We hebben nog 6 weken bij hun mogen logeren voordat we... Ja, want jullie huis was weg. Maar niks meer. Nee, alles leeggehaald, alles weggehaald. Dus je moet van nul beginnen. Dus ja, en dan kom je tot de ontdekking dat behalve zij dus, en alle, wij 2 gezinnen hebben de oorlog overleefd, en 65 van mijn familieleden, allemaal vermoord in Sobibor. We hebben zo'n 102.000 boeken, dus daar staan ze allemaal onder elkaar, allemaal vergast en vermoord. En wij, ik moet zeggen, dankzij de dooppapieren. Ja. Doe jij dat filmpje nog? Ja, ik ga het zo laten zien. Dus dankzij de rolpapieren hebben we het overleefd, zo ja, moet ik het zeggen. Ja. Want je zei, hè, dat er... Nou, dat jullie eigenlijk zijn jullie dan een soort van eilandje met het gezin wat het heeft overleefd. De rest van de familie is vermoord. Wat doet dat met een gezin? Hoe ben je dan, hoe kan je dan weer een gezin zijn? Is dat... Hoe pak je dat? Ik kan je zeggen, wij hebben het er samen wel eens over. Van waarom hebben we die mensen nooit zien huilen? Niet waar wij bij zijn. Mijn vader heeft alles gedaan om ons een leuk leven te geven. We mochten veel dingen. Toen hij eenmaal de kost verdiende, mochten we mooie kleren kopen. Zij is jong getrouwd. Mijn ouders gingen met me naar Lugano. We gingen naar Nice.
We gingen naar Parijs. We gingen een maand in Noordwijk logeren. We deden allemaal dingen. Mijn vader wilde alles doen om ons een leuk leven te geven. Misschien was hij zo blij dat het gezin dat was. Ik kan het je niet vertellen. Ze moeten gehuild hebben, dat kan niet anders. Ja. Ik ken mijn vader, ik ken mijn moeder, maar begrijp het niet. Kan niet anders. En op welke manier werkt die oorlog bij jou door? Het werkt niet door. Het gekke is, je probeert je leven weer op te pakken. Je vindt het wel erg. Ik had een heel lief nichtje waar ik altijd mee speelde. Dat was afgelopen. Maar, wat ik al vertelde, ik heb een vriendin daar ontmoet. Nou, dat is een soort zus geworden. We hebben alles, we waren elk weekend bij elkaar. We hebben alles samen gedaan. En je probeert, je gaat gewoon verder. Het klinkt misschien heel erg eng. Maar je gaat op de een of andere manier weer verder. En dat voor mijn ouders, raadsel. Raadsel. Je gaat verder, maar... En je gaat weer een leven opbouwen. Maar zijn er, ik kan me zo voorstellen dat er bepaalde beelden of geluiden zijn... dat als die er zijn, hè, dat je dan direct weer ergens in terug wordt gebracht. Ik heb dat gebracht. Niet. Ik heb dat absoluut niet, nee. Ik heb het niet. En lucht, ik ook niet. En licht. Ja, soms. Maar dat is vooral de narcisse in Zwitserland. Dat geeft voor mij het gevoel van bevrijding. Ja. Dat wel, maar niet uit de kampen. Dat is wel het enige wat ik heel lang heb gehad. We hebben een keer in Westerbork in een greppel moeten liggen omdat we omdat het bombardement overkwamen. Dat zou en dat niet... geluid. Ja, ja. Dat heb ik heel lang, nu heb ik dat niet, dat kon ik echt, omdat ik meteen wel een beetje bang zag ik dat zo voor me. Nee. En ik heb echt, ik vind dat, ik zeg maar extra, maar weer mijn vader noem ik hoor, want mijn moeder, die was gewoon afhankelijk, moet ik zeggen. Maar mijn vader heeft echt alles gedaan om ons een leuk, ik denk dat hij zo blij was, dat gezin er was, hè. Hij was gezinder was en hij was natuurlijk met haar moeder, dat was de enige zuster. Maar zo blij, want mijn moeder, de zuster, was weg en met de zwager en mijn grootmoeder. En al de zusters van haar moeder waren, en broers natuurlijk, waren allemaal weg. Ik weet niet, jij was ook te jong om te weten dat er veel na de oorlog over gesproken werd. Ja, mijn moeder had gezegd. Toen de oorlog afgelopen was, tegen een vriendin, niet wetende wat er gebeurd was. We gaan bedden neerzetten, we gaan bedden huren en dan kunnen we ze hier opvangen. Nou ja, niemand hoefde opgevangen te worden. Nee, maar toch. Dus zij wisten het ook niet. Ik bedoel, je hoort aan het verhaal dat zij het ook niet wisten. Ja. Ik heb aan mijn lijst van het Rode Kruis. Iedere week ging een nieuwe lijst van het Rode Kruis. Van wat er met de mensen gebeurd was. Wie het overleefd had, wie vermoord was. En ik herinner mij, maar die herinner je natuurlijk ook maar betrekkelijk. Dat mijn moeder daar altijd naartoe ging. Om te kijken of iemand van de kinderen van haar zusje. Ja, ik weet ook wel dat mijn ouders ergens naartoe gingen. Om te kijken of er al nieuwe lijsten hingen. Dat weet ik wel. Ja. Ja, want dat werd natuurlijk druppelsgewijs kwam die informatie natuurlijk binnen. We hebben een PowerPoint. Nou, ben ik dus in Westerbork. Dat is niet zo moeilijk te denken. Dan komt er zo een filmpje, dat gaan we... Moet ik dat even iets bij vertellen? Ja, graag. Voordat je het doet. In 1997, in de klas zeg ik altijd, toen waren jullie nog niet geboren, maar jullie waren wel geboren. In 1997, toen belt mijn vriendin me op en die zegt, Henny, zet gauw het journaal aan, want er is een filmpje ontdekt en dat is opgenomen in de kerk in Westerbork en er is niemand te herkennen. Maar de enige twee, wij zagen dat gelijk, wij waren te herkennen, want wij stonden te zingen. Dus ik heb opgebeld naar de NOS en naar alles en... Eén dag wereldberoemd in Nederland. Ja, hè? Echt waar. Dus iedereen kwam, de NOS en de SBS en de Telegraaf en alle kranten en de radio. Gek zijn we geworden. En dat filmpje is een stukje uit een film van Breslauer.
En die Breslauer, die film is op de Werelderfgoedlijst gekomen. Dus ik sta er ook bij. Dat is heel toevallig. Maar kan je mij duidelijker maken? Ja, ik sta wel hier. Je komt, ja, dit is een klein stukje wat... We geloven je anders. Nee, het komt er. Nee, ze moeten het laten zien. Het komt zo. Ja, ja, kijk. Zie je, links ben ik en rechts is Selma. Ja. En hij gaat even, hij komt en dan komt ze weer. Weet je dat hier ook kinderen van Frenkel bij staan? Dacht ik hoor. Maar het gaat wel terug. Je mag me nog een keer bekijken. Kijk dat ik sterren op heb. Een ster heb ik op. Waar is het? Daar zijn we. Ja, daar zijn jullie. Kijk, zie je dat we een mooie ster op onze zomerkleren hebben? En we stonden alles mee te zingen. We gingen ook in Westerbork altijd naar de kerk. Daarom was je helemaal niet zo geliefd hoor. Waarom moesten jullie een ster dragen als jullie gedoopt waren? Nee. Dat je geboren Joods, wij moesten een ster dragen. Ja, ook in Theresienstadt. Ja, maar omdat het was toch een groep waar ze, hè, de katholieke Joden, die zijn natuurlijk allemaal opgepakt en ja, zijn katholieke vermoord. Joden, die werden maar niet gespaard. Maar de protestanten was een beetje van, wat gaan we daarmee doen? Ja. Ze waren niet zeker bij of je dus Joods was, hè, van oorsprong. Dat was de reden. En er waren natuurlijk ook heel veel protestantse Joden die gemengd gehuwd waren. Dat was natuurlijk een ander verhaal. Maar in dit geval was het een heel Joods gezin wat protestants was. Ja. Dus niet Joods, denk ik. Dus niet... Esther, dit was het, hè? Ja, dit was het. Dit en was dan, het. We sluiten af. We sluiten af. Oh, je hebt nog foto's of zo? Ja, want ik heb jouw zus. Oh ja, jij komt er ook naar in voor. Kijk eens, daar sta jij, hè? Daar ligt mijn zus. Ben jij... Dit is zij, ja. Ja. Die je? Het lijkt net mijn zus. Het lijkt net Beauty, nee, maar dat is ze niet, want dit waren de ouderen, hè? En achter mij zit er een gast. Ja. Had je nog meer foto's? Ja. Onze gast. Ja. Dit is in Zwitserland. Kijk, dit was... Wij zijn aangekomen in Zwitserland. En we hadden een rijke neef daar wonen. En die heeft ons in de nieuwe kleren gezet. Nee, en dat... Nou, of het nieuw was, hij was niet zo royaal. Dus dat waren onze nieuwe kleren. Nou, dan kan je wel voorstellen wat we daarvoor aan hadden. Maar dat ouders maagden. Zie je, toen was ik weer een beetje bijgekomen. Ja. En dat is die grootmoeder die overleden is. Dat, van mijn vaders kant is dat. En dat is mijn grootvader ook van mijn vaders kant. En dit zijn de oude grootouders van mijn moeders kant. Ja. De namen staan daarbij. Ja. Hij is overleden en zij is in Sobibor vergast. Dat was het. Ja. Nou, bedankt voor jullie aandacht, hè.